Ik ben Arno, 37 jaar en werkzaam in Capelle na IJssel als docent lichamelijke opvoeding. En ik ben Lette, 33 jaar, ook docent lichamelijke opvoeding, alleen dan werkzaam in Bergen op Zoom. Het is gewoon genoeg geweest na zoveel jaren eigenlijk. We zijn een beetje gewoon gefrustreerd aan het raken. We zijn gewoon echt een beetje klaar ermee. We zijn het gewoon zat. En vind dit huis maar eens met deze lijst aan wensen. Een 2-onder-1 kap- of hoekwoning, een grote tuin met privacy, een garage, maar aan de ene kant buren, aan de andere kant een grasveld of een groenstrook en een budget van €370.000. En de woning moet zich bevinden in Roosendaal of omgeving. Heel prima. Kijk die uitbouw. Dat moet er allemaal uit. De buitenruimte was voor hen heel belangrijk. Zij wilden bomen. Ze hebben bomen. Ja, heb je de Alexander Donk 42? Ja, die is fantastisch. Die moeten we echt te pakken zien te krijgen. We zijn de eerste kijkers. 2,98. Waar denk je dat ze ons voor kunnen krijgen? Nou, ik wil eigenlijk gewoon de vraagprijs bieden vandaag. Joh. Goedemiddag, vermutmakelarij. Spreek met Iris. Ik wil graag de vraagprijs bieden. Oh. Okay. Er zit wel bij ons wel een beetje tijdsdruk achter. Wil je vragen of hij zo spoedig mogelijk kan bellen? Ja, doe ik. Nou, hartstikke fijn. Dag. Dag. Het bod van Alex wordt geaccepteerd. En aan mij de eer dit goede nieuws te vertellen. Martijn. Goedendag. Goedendag. Hi. Nou ja, de vraag is natuurlijk, hoe lang zitten jullie nog in die onzekerheid? Dat weten we niet. Nee. Weet jij meer. Wie zal het zeggen? Ja. Inderdaad, dat klopt. Nou, zou ik het dan maar zeggen. Ja. Is het echt waar? We hebben een huis gekocht. Nee. Yes. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel Martijn. Oh, jongens. Ik weet niet zo goed waarmee, want ik heb geen idee. Nee, ik ook niet, maar dat maakt niet uit. Overal waar koper staat, mogen jullie... Social. Ja, heel goed. Overal waar koper staat, mogen jullie eventjes een paraatje zien. Ja. Zo. Ja. Oh. Vandaag krijgen Lette en Arno hun huis te zien. Hallo zeg. Hallo. Hoi. Zo. Nou. Hoe is de stemming? Spanning. Nou, dan gaan we even kijken waar al jullie geld aan is uitgegeven. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Dan mag de blinddoek af. Nou, komt ie. Wat zeg je? Oh, dit is hem. Ja, dit is inderdaad. Hem. Oh jongens, jeetje. Maar hier zijn we toch helemaal niet uitgestapt? Nou, hier zijn we langs gereden. Jij zijn we langs gereden. Oké. Okay. Ik heb ze hoor. Nou heren. Ik ga maar kijken. Ik denk dat er heel blij van gaat worden. Kort op, gaan we doen. Succes. Oké. Zeg maar wat ik. Nou, het ruikt een beetje muf. Dat wel. De vloerbedekking op de trap. Ja. Altijd spannend. Altijd spannend inderdaad, ja. Ik zie wel overal inderdaad tegels op de vloer. Ja. Dus vind ik wel een beetje druk. Ze zien geen vloerverwarming, wat we wel inderdaad graag zouden willen. Radiatoren inderdaad. Ja. Dus ja. Ja, het is een beetje gedateerd allemaal. Een beetje. Ja, oké. Okay. Beetje veel. Ja. Kijk. Hier kan jij de lol op in ieder geval, denk ik. Zeker. Hè? Wat een ruimte, joh. Man. Het heeft potentie, maar er moet echt nog wel wat aan gebeuren om het in onze smaak te maken. Zeker. Om te zeggen van nou, hier gaan we de komende, misschien wel forever wonen. Maar er moet wel iets aan gedaan worden. Ja, dat sowieso. Het budget van Lette en Arno is €370.000. En Alex heeft namens hen het huis gekocht voor €298.000. Bob heeft daardoor maar liefst €72.000 te besteden en wil zo snel mogelijk aan de slag. Te beginnen met keuken en badkamer. Heb je al een schets? Ik heb een schets, ik heb die maten genomen. Ja. Ik heb inderdaad erover nagedacht om even zo'n stukje van de bijkeuken bij de keuken te doen. Maar dat is een behoorlijke ingreep en dat is een draagmuur. Maar nu ik hier sta, denk ik, het is eigenlijk best wel groot. Hè? Als we hier ook nog iets van een eiland hebben. Ik zou heel graag even met jou samen in die douche willen kijken. Nou, dat is toch... Jeetje. Dit is wel iets unieks wat ik gezien heb, Bob. Ik wil heel graag ook een inloopdouche. En die voldoet niet. Er moet ook een wc in en er moet ook een dubbele wastafel in. Dus er is volgens mij maar één optie.
is een stukje van die slaapkamer afpakken. Ja. Wat ik hier leuk vind, is dat zij echt een wens hebben om het zo energievriendelijk te maken. We gaan die zonnepanelen plaatsen. Dubbele beglazing is echt een belangrijk ding. Ja. Dus een deel van het budget gaat daarin. Jullie gewenste zonnepanelen worden geplaatst. De gedateerde keuken is volledig gestript. En de badkamer opnieuw ingedeeld. Zodat ook jij, Arno, straks staand kan douchen. De hele woning krijgt een frisse lik verf. En ook de gewenste vloerverwarming op de begane grond wordt gerealiseerd. Van kraan tot vloer. Alles is bepaald door Bob en Roos. Je hebt het thema groen wel heel serieus genomen. En lekker doorgevoerd. Binnen is buiten. Buiten is binnen. Het is gewoon plastic, toch? Nee, het is hartstikke echt. Ben je blij met je keuken? Ja, joh. Kijk, in dit huis was het heel belangrijk dat het gewoon heel duurzaam was allemaal. We hebben hier een biologisch afbreekbaar werkblad. Het is echt een grote badkamer. Super praktisch. Dak ligt erbij. Ik vind het heel fijn dat je daar nog je spullen neer kan zetten. Jouw rommeltjes. Ja, het is een lekker niche hier. Hey, lekkere sobere badkamer. Ja, ik hou daarvan. Of is het voor jou te sober? Nee, het is een mooie strakke badkamer. En door dit houten badmeubel wordt het toch wel weer heel gezellig. Oh, check dat dan. Kijk dan. Ja. Mojo, dat zijn er echt keiveel. Ja, dit is yes. Al een heel mooi begin. Dit is echt heel vet. De zonnepanelen. Ja, ja dat, die, daar zijn we echt die lach je tegemoet. Mee. Tipje van de sluier. Ja. Hier zijn de sleutels. Ja. Allebei een sleuteltje. Ja, geweldig. Dankjewel. Ja, dit is wel een heel plezier. Mooi moment hoor. Dit. Ja. Ja, vind ik wel. Zullen we? Ah. Ja, we hebben zo lang gezongen. Aanloop hebben jullie gehad, ja. Dat heb ik nog niet eens binnen gezien. Nee. Oh my god. Nee. Kijk dit dan. Wow. Dit is heel wat anders. Dit is echt vet. Wauw. Kijk dan ook die vloer. Oh wauw. Dit is echt kikkie. Oh, dit is toch vet. Dit is echt. Oh, dat had ik totaal niet verwacht dit. Nee hè. Oh wauw, dit is toch echt kikken. Oh joh, die keuken. Hoe kikken is dit? Echt een hele mooie keuken. Dit is echt mooi. Ach kijk. Ach wat mooi. Super. Oh geweldig. Kijk, hier gaat ze lekker slapen. Want anders dan gaan we vanuit dat ze lekker gaat slapen. Zo. Check dit hé. Hey. Deze is mooi. Oh joh. Dan wil je toch, oh dan kunnen we echt lekker slapen. Ook al zo lekker warm hier. Oh my. Zo. Dat is echt huge. Zo. Kijk dan. Dat is echt vet. Nou, hier kan je zeker in staan. En een dubbele wastafel. Oh, dat wilde ik zo graag. Een dubbele wastafel. Dit is heel goed. Oh, een dubbele wastafel. Zo vet. Ja, dit is echt fantastisch. Het moet allemaal een beetje allemaal nog op me inwerken hoor. Het is wel heel erg veel. Ja, dit is mooier dan dat we zelf had kunnen dromen. Dit is echt, je komt binnen en het is al gelijk van, oh, prachtig. Nou, ik vind het echt mooi. We zijn er eigenlijk gewoon ontzettend blij mee. Het moet allemaal nog een beetje op me inwerken hoor. Het duurt allemaal nog eventjes voordat het denk ik allemaal landt. Het zal wel een paar dagen duren. Ja, dat denk ik ook. Het zijn wel heel veel indrukken die we op dit moment hebben.